Dit is het buitengebied van Waalre, om precies te zijn de Dommelseweg, zo'n beetje tussen Waalre en Valkenswaard in. En de bewoners van een huis aan deze weg hebben een veelbewogen half jaar achter de rug. Ze werden namelijk 2 keer slachtoffer. De eerste keer was op zondagavond 7 september 2014. Rond 10:30 wordt er aangebeld. Als de 71-jarige man des huizes opendoet, stormen er 3 gemaskerde mannen naar binnen. De man mag dan 71 zijn, hij gaat niet opzij voor die overvallers en gaat het gevecht aan. Als zijn vrouw op het lawaai afkomt, gaat ook zij het gevecht aan. En zoveel tegenstand hadden die overvallers niet verwacht. Ze gaan er vandoor. Waarmee en waarheen is niet duidelijk. En dan gebeurt er iets opvallends. Want verderop moet rond dezelfde tijd een auto vol in de remmer voor 2 voorbijscheurende scooters. En dat gaat bijna fout, want een van de scooters gaat finaal onderuit en schuift over het wegdek. Maar voordat de automobilist ook maar iets heeft kunnen zeggen, is de scooterbestuurder al opgestaan en reed door. De 3 lichtgetinte jongens van 1 jaar of 20 reden zonder helm op 2 zwarte scooters. Een van de scooters had zwarte kappen en 2 gele stickers en de ander had geen kappen. Een van de jongens droeg een rugzak en keek met zijn linkeroog een beetje scheel. En een opvallend detail, die jongen die viel, had een litteken op de linkerkant van zijn voorhoofd. Waren dit nou de daders of waren het gewoon goede getuigen? 1 ding is zeker, wij willen heel graag met ze spreken. Dus als je jezelf nou herkent in deze beschrijving, bel ons dan. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die weet wie er op dat moment op die scooter zaten. We blijven nog even bij de woning aan de Dommelseweg in Waalre. Want op maandag 16 februari van dit jaar gaat het weer mis. Dit keer wordt er ingebroken. Maar de inbrekers worden gestoord, de bewoners worden namelijk wakker. Zonder buit gaan ze er als de wiede weerga weer vandoor. Ze namen niets mee, maar ze lieten wel iets achter. Een zwarte tas. En we weten zeker dat die van die daders moet zijn geweest, omdat ze hem achter hebben gelaten op het moment dat ze er hals over kop vandoor gingen. Een tas van het merk Fashion Sport. Wie zegt die zwarte tas iets en wie weet wie zo'n tas misschien mist? 2 zaken dus eigenlijk op 1 adres. Een poging overval en een poging inbraak. Help mee de daders te vinden. Denk mee met deze 2 onderzoeken. Deel uw informatie via de tiplijn 0800 60 70. Ook anoniem tippen kan via 0800 7000.